Ik hoorde ook een interview van Martin de Roon hoeveel conditietraining zij hebben gedaan. Ja, dat vinden de spelers hier niet leuk en het zijn amateurvoetballers. Maar we hebben de afgelopen 6 weken wel veel conditietraining gedaan. Ja, Rogier. Harry van der Ham, je collega bij Dordrecht, was woest. En hij zei, we moeten amateurs, met alle respect voor amateurs, eigenlijk oprollen. Maar ja, jullie waren vandaag gewoon veel beter. Ja, dat denk ik ook. Ik kijk vooral naar mijn eigen ploeg. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. De basis voor ons is dat we echt een team gaan vormen. Dat is in de voorbereiding altijd wat makkelijker te creëren. Alleen ja, ik zie al wel, we zijn al een aantal weken bezig, zie ik gewoon dat er wat veranderd is bij ASWH. Jongens die echt openstaan om dingen te verbeteren. Jongens die echt heel erg fit willen worden. Nou, ik vond dat je dat heel erg terugzag. En op dat moment, als dat op orde is, ja, dan kan je het pas over voetbal hebben. En dat was vandaag met Vlaag ook best waardig. Ja, en wat ik voornamelijk zag, was de tegenstander vastzetten op bepaalde punten en dan gewoon met z'n allen gaan. Is het iets waar je dan de afgelopen week aan gewerkt hebt? Ja, we hebben natuurlijk al best wel snel met de nieuwe groep een start gemaakt. Dus we hebben 6 weken getraind en tussendoor wel wat weken vrij gehad. En we hebben deze week hebben we op het aanvallende getraind. En die weken daarvoor hebben we heel erg op het verdedigende getraind. En zeker dat laatste ging wel heel erg goed, vond ik vandaag. En we zijn eigenlijk afgestapt van een bepaalde manier van druk zetten. Maar meer gewoon, we gaan kijken van als team, we gaan compact staan. We gaan de korte afstanden gaan we inschatten. Ja, de ene keer is dat een buitenspeler die een back loslaat. En de andere keer is dat een back-op-back. En de andere keer is dat een middenvelder die doorstapt. Ja, ik vind het wel goed dat je daardoor heel hoog druk kan geven op een ploeg. En ik zie dat liever tegen FC Dordrecht vaak goed gaan dan, ja, dan dat wij tegen een wat mindere tegenstander spelen. Dus daar was ik heel erg tevreden over. Atalanta Bergamo heb ik 12 keer al tegen de groep gezegd. Ja, die hebben ook niet de beste spelers. Maar die zijn wel tweede van Italië geworden en die zitten nog in de Champions League. Is dat voorbeeld wat je, is dat echt ja. Dat soort voorbeeld? Sowieso de manier hoe ze spelen. Ja. Dus heel veel tempo. Ja, ik hoorde ook in een interview van Martin de Roon hoeveel conditietraining zij hebben gedaan. Ja, dat vinden de spelers hier niet leuk. En dat zijn amateurvoetballers. Maar we hebben de afgelopen 6 weken wel veel conditietraining gedaan. En dan kan je dus een helft lang, ondanks dat het officieel pas de eerste week van de voorbereiding is, kan je gewoon heel hoog druk geven, ook tegen een profclub. En dat moet de basis zijn. Heel hard werken, in een heel hoog tempo kunnen voetballen. Nou, soms lag dat tempo iets te hoog, waardoor we hem weer heel snel verloren. Maar dat is wel de basis, ja, in combinatie met ja, die teamgeest. En dat vind ik echt een stuk belangrijker door wat ik vorig jaar allemaal heb meegemaakt. Ja, de Roon natuurlijk hier ook geen onbekende. Betrek je hem nog ergens bij of zo? Dat niet hoor. Ik hoor hoe hard ze trainen, dus volgens mij heeft hij ook helemaal geen tijd om te bellen. Maar nee, dat is niet de reden dat ik ze gebruik. Het is gewoon heel simpel dat ik elk jaar de topploeg hou je in de gaten en de interessante trainers hou je in de gaten. Maar daarnaast heb je altijd wel een paar ploegjes die het heel goed doen. En dan ben ik wel altijd benieuwd, ja, hoe kan dat dan? Ligt dat aan de trainer of ligt dat aan het aankoopbeleid of de manier hoe ze spelen? Nou, Atalanta Bergamo vond ik opvallend fit na de coronabreak. En Lazio Roma wat minder. Ja, dat zag je ook in de resultaten terug. En dat vind ik wel interessant om te volgen. En waarschijnlijk zal de helft van die groep zoiets hebben van, ja, Atalanta Bergamo, ik kan misschien 1 speler opnoemen en houdt de top. Maar goed, ik vind het wel leuk om ze daar gek mee te maken. En uiteindelijk moeten die gasten het doen. En ik hoorde net het clublied van ASWH na een gewonnen oefenwedstrijd. Ja, als dat een beetje de insteek wordt van dit seizoen, dan kan het best wel leuk worden.